Yo, jij leuk, kijk eens een nieuwe video. Mijn naam is Switch en mijn lens is een beetje ingezoomd, maar kan geen kwaad. Zoals jullie hier kunnen zien, is dit een soort van werkbank. Dat klopt ook omdat ik met een heel nieuw project bezig ben. En ik heb daarvoor een paar onderdelen besteld, hier in de doos. En het nieuwe projectje is namelijk mijn nieuwe motor. Mijn nieuwe A2 motor, om even duidelijk te zijn. Dit is een motorolie daarvan, maar ik ga jullie nu even een soort van reveal tonen van de motor zelf. Het is namelijk deze DRZ. Ik heb deze gekocht omdat de Pegaso dus jammer genoeg kapot is. Zoals je kan zien is deze dus ook kapot. Er zit geen cilinderkop op. Deze was jammer genoeg vastgelopen. Nokken als ze waren van hun plaats afgegaan en dat is nooit goed. Voor de rest werkt deze helemaal. Dus het enige probleem wat er was, is dus gewoon een nieuwe cilinderkop met nieuwe nokkenassen. En dat was een hele opdracht om dat te vinden. Had ik niet gedacht toen ik deze kocht, dat gaat die heel makkelijk te vinden waren. Maar beter even researchen, voordat je een motor koopt natuurlijk, of de onderdelen makkelijk te vinden zijn of niet. Maar, goed nieuws, nieuwe cilinderkop zit erin. Zit in deze doos, nog niet op de motto. Oh, carburator ligt hier. Hey, even. Onder het zeil, die ga ik ook even allemaal mooi opkuisen. Zoals je kan zien, heel veel. Maar dus, de nieuwe cilinderkop zit in deze doos ook even om wat stof te vermijden. Dit zijn de andere onderdelen en het deksel. En dit is de oude. Dus ik ga even tonen wat er mis was gegaan. Ik ga even bij deze tonen. Dus de nokken is eruit. En zoals jullie hier kunnen zien, ik ga even de helderheid. Deze nokken is dus echt wel helemaal versleten. Ook zie je zo hier aan die randen en zo. Alle verbrandingen en zo, wat er allemaal gebeurd is. En ja, dat is dus passé. Want ik heb een nieuwe cilinderkop kunnen fixen voor de DRZ 400. En ja, mensen, laten jullie weten wat jullie van deze motor vinden. Hij is natuurlijk nog niet af, kan je ook zien. Ik ben er heel blij mee. Ik heb hem ook met deze crossbandjes bijgekregen. En met natuurlijk de motorvelgen, zoals jullie kunnen zien. Alleen deze velgen vind ik dan het iets mooier. Maar dus jongens, het is mijn nieuwe A2 bike, die komt helemaal in orde. Nu heb ik natuurlijk wat meer tijd aangezien het seizoen een beetje toch wel voorbij is eigenlijk. Ik heb de handvaatjes hier afgedaan en nieuwe besteld. Dus laten we even de unboxing video doen en ja, ik ga dat gewoon in deze video doen. De reveal en unboxing tegelijkertijd. Maakt niet uit. Dus het eerste wat ik heb gehaald is, ik kan niet de site storen, want ik heb nog geen sponsor voor je. Een nieuwe gaskabel, hopelijk past deze er wel op. Het is een hele andere soort gaskabel dan ik normaal gewoon ben. Maar ja, kijk. Altijd de juiste onderdelen bestellen. Want deze gaskabel, ik weet het is niet echt aan vervanging toe. Maar dan toch, zoals je hier misschien kan zien. Vooral als je het voelt eigenlijk. Voel je dat er iets uitsteekt. En ja, misschien dat ik het wel op film kan krijgen. Ja, ik denk wel dat je dat één glinsteringsje daar hier zo kunnen zien. Hij is niet zo erg, maar zoals je ziet zit er wel een knik in en allee, ja, wanneer het dan echt breekt, want dan heb ik hem wel. Dat is wel iets. Wat ik ook al heb veranderd is dus, hier zaten van die twee hele hoge spiegels, die dus hierop zaten. Die zijn er nu af. Ik heb deze twee gezet. Ik weet wel niet of dat genoeg zicht gaat geven, anders ga ik er gewoon eentje terug monteren en ja, moeten we daar maar mee doen. Maar deze vind ik persoonlijk wel iets mooier om te hebben. En dan, wat ik nog allemaal besteld heb, dus dat is de gaskabel. Ook leuk om te weten is van, ik heb dus een pinker doos besteld voor LED. Deze is de gewone voor de halogeenlampjes. Maar ik heb er eentje besteld voor LED, aangezien ik LED pinkers wil zetten. En het anders niet gaat. Maar die is niet toegekomen. Jammer, helaas. Ook heb ik hier twee koelvloeistofbusjes. Dus 2 liter en 2 motoroliebusjes. Want ik heb er hier ook nog eentje staan. Dit zijn de tankrubbertjes. Eentje was ik kwijt, dus ik ben een ander gaan halen in een motorwinkel. Hier heb ik een volledige Athena packing set. Heeft wel een heleboel geld gekost, maar ja. Ik had ook niet echt alles nodig in deze packing set, maar ik dacht eraan van, kijk, ik kan beter alles in het geel kopen, moest er ooit iets vervangen worden. Dan heb ik het ook al. En dan moet ik niet gans een set terug opnieuw bestellen ofzo. Dus heel blij mee. Ook heb ik een nieuwe luchtfilter, aangezien dat de oude die daarin zit vuil is. Wat ik hier nog heb is een nieuwe distributieriem. Ik heb deze van Vertex, zoals jullie kunnen zien. Ook nieuwe handvaatjes, zoals ik had gezegd, van Domino. En deze gaan we vandaag opzetten. En voor de rest is er niks anders, want we hebben ook niks anders nodig. En ik wil hem natuurlijk eerst startende krijgen, wetend dat ik ermee op de weg kan. En dan sowieso direct voor een onderhoudje laten gaan. Allee, onderhoud voor een nazicht te hebben in een bekende garage. Dus laten we nu even de handvaatjes en dan zien jullie het resultaat wel. Nu, zoals jullie op tafel kunnen zien, zijn de handvaten eruit. En zitten ze geïnstalleerd op mijn bike. Ik weet het, hier op het einde zit het er een klein beetje uit, maar iedereen kent de struggle wel. Ik heb het logootje proberen iets mooi te zetten. Hè?
zo gelijke hoogte. En de zijkant natuurlijk duidt aan welke kant van het stuur het is. Perfect. De persoon van wie ik deze motor heb gekocht gaat deze voor mij repareren, maar ik ga er natuurlijk bij zijn zodat ik het zelf een beetje allemaal ook kan leren natuurlijk. Want qua mechanisch en zo ben ik niet echt sterk, is niet mijn sterkste punt. Dus daar laat ik liever aan iemand anders over en kijk ik dan een keer een beetje mee in plaats van het helemaal te verknoeien. Waardoor ik een nieuwe cilinderkop moet halen. Helemaal in Epe in Nederland. Daarvoor 2 uur en 40 minuten gereden en dan ga ik geen 2 keer doen. Of als het moet laat ik het wel opsturen. Hopelijk van niet. Voor de mensen die zich ook afvragen wat voor uitlaat dit is. Dit was een Scorpion uitlaat met dan een zelfgemaakte diffuser hier. Die je ook kan uithalen door de poppervetjes hier open te boren en dan gewoon eruit halen, nieuwe poppervetjes inschieten. De voorbocht heb ik ook nog liggen, ligt allemaal in die doos met allemaal van deze kappen. Die je natuurlijk ook op moet, want zo ga je de straat niet op natuurlijk. Binnenkort komt die man langs en gaat hij dat allemaal even fixen. Ik ga vragen of ik mag filmen of niet. Mensen die in privacy natuurlijk willen. Maar bij de eerste... start en zo ga ik natuurlijk wel filmen. Vergeet jullie zeker geen like achter te laten voor of je geïnteresseerd bent in dit project en ook zo hyped ben als ik. Vergeet niet in de comment iets te laten weten wat ik er nog aan moet veranderen. Vergeet niet de pinkers worden veranderd naar LED. Maar dan twijfelt voor die Audi-functie. Zo dat zo scrolt eigenlijk naar de richting. Maar ik weet niet of het op een supermotor past. Ik vind deze pinkers namelijk ook heel mooi en passend op deze bike. Dus hopelijk vond je de video leuk. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao!